letterlijk niets, gewoon niks. We moeten maar gewoon vertrouwen dat het goed komt, hè? Dus je merkt ook echt aan de kinderen, en dat krijg ik ook terug, dat ze het zelf ook heel fijn vinden. Van, juf, wat gaat het goed. Kom ik binnen, zit er 6 man in mijn huis. Oh, hey, man. I like driving in my car. Kijk, zo zien de kastjes er nu uit. Dit vind ik niet mooi. En helemaal los van bij Lema. Waarschijnlijk gebruik ik die voorraad niet eens voordat ik dood ben. Wat is dus deze week al heel vaak gebeurd en vandaag 3 keer. Ik vind het zo vervelend. Net dacht ik echt, oh mijn god, ik kon nu echt huilen. Nou, dit heb ik in ieder geval verkeerd ingeschat. Hier past hij niet. Ja, ik merk gewoon dat ik het leuk vind dat hij komt. En ja, of het nou verstandig is of niet. 1.6, hè? Zie je, hij is lek. Je denkt hij is roze, hè? Maar eigenlijk is het een soort lichte variant van de plug. Past niet. Deze hele stapel is er al uit. Hij trekt alles er echt in 1 seconde uit. Hoor je het helemaal bezweet op je hoofd. Oh, de stroom gaat uit. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben echt wel super lang wakker. Het is nu 7:45. Om 8 uur kan ik de stucadoors hopelijk verwachten. Ik ben toch altijd spannend of zo. Als je gewoon een appje krijgt van ja, ze komen en dan. Ik ben altijd echt een positieve denker. Maar met dit soort dingen heb ik wel altijd in mijn achterhoofd. Misschien komen ze niet. Want het is zo vaak in mijn leven gebeurd. Dus daarin kan ik ook niet meer. Vroeger had ik echt zo'n gevoel van mensen gaan niet komen. Of mensen gaan wel komen. En tegenwoordig heb ik dat gevoel ook niet meer. Omdat ik het niet meer weet. Omdat zo vaak afspraken zijn afgezegd. Dat je dan zegt, ik moet om 8:30 echt uiterlijk naar mijn werk. En dat ze dan pas om 9:15 komen. Weet je, dat je uiteindelijk voor niks voor een uur eerder naar je huis gaat. Maar ja, je weet het gewoon, met klussen gaat het soms zo. Maar ik ga er nu lekker vanuit dat ze er om 8:00 zijn. Dus ik dacht, ik doe mijn make-up wel in mijn huis. Mocht ze eerder zijn, ben ik er in ieder geval. Ze gaan dus vandaag mijn huis stukken. Ik ga ze sleutels geven, zodat ze morgen ook het huis in kunnen. En overmorgen eventueel. Ik weet niet hoe lang ze erover doen. En we hebben nu de studiedag. Ik vind studiedagen altijd wel heel gezellig. En ik vind het zo leuk dat het nu met mijn moeder is. Dat is toch fantastisch. Hoe leuk. Ik heb altijd wel moeite gehad met de meeste duo's die ik had. Omdat het allemaal mensen waren die bijvoorbeeld geen leerkracht waren. Of heel erg overspannen. Of hele rare dingen hadden. En dan had ik niet echt iets aan mijn duo. En nu ben ik samen met mijn moeder. Die heel dedicated is. Maar ook natuurlijk vet gezellig. Dus we kunnen echt dan zo prettig samenwerken. Het gaat zo ontzettend goed. Onze samenwerking niet normaal. Geweldig. Dus ik vind het zo leuk dat we dan vanmiddag als duo's lekker samen in de klas kunnen werken. We hebben niet heel veel tijd voor deze dag, maar ik denk wel een uurtje of 2. Nou ja, dat vind ik dus heel leuk. Dus ik heb wel zin in deze dag. Voor mij komt het echt perfect uit dat ik vandaag studiedag heb. Want daardoor kunnen we 1/2 uur later beginnen, waardoor ik dit nu kan doen. Anders moest ik nu al op mijn werk. Daardoor is het lekker, weet je, ik ben best wel heel erg moe van afgelopen week. Dus dit is vet chill, want kinderen maken je gewoon heel moe. En een studiedag is gewoon intensief, gewoon veel minder vermoeiend dan een dag met kinderen. Dus maar 1 dagje met kids. Ik vind het helemaal. Iemand zwaait naar mij. Ik vind het helemaal toppie. Allemaal jonge mannen wonen hier. Nou, ik ga dus wel mijn make-up even doen, want ik zie er echt niet uit. En dan ben ik er lekker al. Hoe laat is het? 7:58. Helemaal top. Dat is. Voor mijn gevoel ben ik vet vroeg, want anders zou ik het echt niet vroeg vinden. Oké, 8:30, dus ik moet weer gaan. Maar het komt dus veel duurder uit. En veel meer vierkante meters. Terwijl dat hok daar wordt helemaal niet gestuukt. Het plafond van de badkamer wordt niet gestuukt. En die 2 wanden die dus nog lekkage hebben, kunnen ook niet gestuukt worden. Dus deze hele wand, waar mijn bed tegenaan komt. En de hele wand bij het raam. Dus ik zei, ik snap niet hoe het duurder uitkomt. Tegen de man aan de telefoon, want stucadoor die sprak niet zo goed Nederlands. Dus ze zei, we kunnen het wel nog een keer meten. Ik zei, ja, nee, ik vertrouw wel dat hij goed meet. Daar is het niet van. Maar ik snap niet, een bouwplattegrond moet toch kloppen van een nieuwbouwwoning. Dus hoe kan het zoveel vierkante meters meer zijn als we minder gaan laten zoeken? Dus dat weet ik even niet. Maar ik moet nu naar mijn werk. En ze zijn zeker 4 dagen bezig. En vrijdag de vloer eruit kan niet, want dan moet het nog drogen. Dus de vloer kan er pas op z'n vroegst maandag uit. En vrijdag wordt de gietvloer gelegd. Dus dat wordt nog krap. En maandag moet ik ook gewoon werken natuurlijk. Dus ja, ben er hoor. Even snel een eitje naar binnen tikken. En dan lekker naar de studiedag. Zo, hallo, hallo. Dat was niet echt veel gevlogd. Maar ja, wel de studiedag. Mama is er nog, maar ik ga nu wel weg. Het is 5:30. Even snel langs hun huis gewipt. Om nog even wat doosjes in de auto te zetten. Ik ga even natuurlijk wel even kijken hoe mijn huis erbij staat. Vind ik wel even fijn. Ik denk dat alles geel is en afgeplakt. Geel van de voorstrijk, maar ik wil het wel even zien.
Ik wil gewoon iedere keer dat ik erheen ga een doos meenemen. Dus ik had ook meteen naar mijn huis kunnen rijden. Maar ik dacht, ik rij even snel langs de garage van mijn ouders. En ik zet weer wat doosjes in de auto. Dus ja, goede studiedag wel. Ik ben heel moe, maar ik ben gewoon echt kapot van vorige week. Het was zo'n pittige week. En dan maar 6 uur geslapen. Dus ja, zin om straks weer lekker naar huis te gaan. En ik heb ook honger. En papa gaat volgens mij weer verse pesto maken. Dus we eten weer lekker pasta. Dus even naar mijn huisje. Het is ook heel fijn om daar naartoe te gaan, merk ik. En dan, ja. Huh? Er is niks gedaan. Wat is dit nou weer? Nou. Letterlijk niets. Nee, echt letterlijk niets. Gewoon niks. Ze gingen weg voor mij en ze zijn duidelijk niet terug geweest. Er is ook geen stopcontact afgehaald. Ja, graag. Als je het gewoon laat weten, graag. Want ik heb nu geregeld dat de vloer maandag uit moet gaan. Omdat het te hoog genoeg zou zijn. Ben ik even blij dat ik ben gaan kijken. Terwijl ik wacht tot ik teruggebeld word. Glazen. Past het allemaal nog? Van de Aldi. Deze. Oké, allemaal rekeningen met gemeentelijke heffingen. Wat fijn. Gelukkig kunnen we die nog splitten. Ik heb hier paprika poeder. Heel handig natuurlijk. Heb ik echt nodig nu. Nogmaals, ik ben blij dat ik ze even wat meeneem. Wat is dit nou weer? Oh ja, een soort van knoflooksnackjes. Geen idee. Ik ga gewoon door totdat er niks meer in de kastjes past. Maar dat is al bijna. Pitaya. Allemaal nog dicht. Ik heb allemaal dicht gelaten. En ik dacht, ja, ik bewaar het wel voor als ik mijn eigen huis heb. Bio haver drinkpoeder. Kan je eigen havermelk maken. Nou, dit is bijna vol. Oh, deze augurk. Hier wil ik al zo lang vanaf. Ik heb het ooit gekocht, maar ik wil het niet. Mega pindakaaspot. Die augurk probeer ik al de hele tijd te dumpen ergens. Balsamico ballen en cashewpasta. Ja, ik heb toen alles gewoon bewaard. En ik dacht, ja, ik had het allemaal lekker bewaard voor als mijn eigen plekje heb. Want dan wordt het wel hartstikke duur. En dan heb ik lekker allemaal al snackjes en eten. Dat vind ik wel leuk. Deze vet mooie overschaal. Ik ben wel heel blij dat ik een kookeiland heb besteld. Want ik kan echt niks kwijt in deze kastjes. Want de schaal, de laver ovenschalen, daar heb ik zeg maar al die glazen bakjes gelegd. Dus ik weet niet waar ik nu deze ovenschaal moet zetten. Bij de schoonmaakspullen. Nou, wat zit hier allemaal in? Oh god, dit is echt een helse doos. Behalve dit is het verder allemaal de hel op aarde. Ik bedoel, spullen die je hier nu niet wil hebben. Gaat dit nog passen? Kijk hoe mooi deze glazen. Oeh, was net. Ja, nu moet ik helaas wel gaan stoppen met doosjes meenemen, want het gaat... Nou, als ze hebben gestuukt, dan kan ik het ook op dat ding van de wc, zeg maar, dat randje boven de wc zetten. Daar kunnen dan wat dozen, maar nu gaan ze nog stukken, dus nu kan dat niet. En nu kan ik natuurlijk nog dingen op de vloer zetten, want ze gaan stukken. Maar ik doe het liever niet. Kijk. Ja. Nou, het is 20 minuten geleden, dus ik ga weer terugbellen. Ik heb alles weer als ingeruimd. Ik zie er niet uit, ik ben heel moe. Oké, is goed, dankjewel. Het is echt zo'n chille gast, op zich wel chiller. Hij zegt gewoon, ik snap het, maar... Het is, hij voelt niet de urge of zo, maar ja, oké. We moeten maar gewoon vertrouwen dat het goed komt, hè? Zij zei, we gaan even materialen halen en dan komen we weer terug. Maar ja, het kwam er dus goed. Oké. Ik ga lekker naar huis. Want ik heb hier toch niks meer. Bye! Goedemorgen mensen, ik ben zo intens moe. Ik ging zelfs na het douchen heel even 2 minuten op mijn bed liggen met een wekker voor zekerheid. Maar ik heb mijn ogen gelukkig niet echt dicht gedaan, maar oh my god. Maar goed, nog 1 dag, maar ik baal gewoon dat ik zo moe ben. Dat is niet chill als je moet werken. Gewoon te druk gedaan vorige week, zonder dat ik het door had. Ik heb lekker weer mijn juffenketting. Ik vond het zo leuk in de vlog, deze look. Dat heb ik maar weer. En ik weet niet waar mijn make-up tasje is, dus ik hoop heel erg dat ik die niet op school heb laten liggen. In mijn huis. Ik hoop dat die in mijn auto ligt. Ga je nog niet pakken, maar even masseren als je dat wil. Wil je dat dan? Wil je een massage?
massagechico? Jij bent de baby die van de massage houdt, hè? In de ochtend. Wat ben jij toch lief in de ochtend? Dat is niet helemaal. Oh, je bent zo schattig. Ik denk dat mijn ouders ook moe zijn, want ze zijn er allemaal nog niet. Vind ik wel even lekker, kan ik een keer hier rustig opstaan. Ik ga even eieren koken. Eieren koken. Ik ga toch maar matcha maken vandaag. Ik vind het dus niet meer zo lekker, maar gisteren had ik zo erg dat dit moment van de koffie niet normaal. En ik heb nu best wel vaak koffie genomen. En ik voel gewoon echt dat ik daar echt heel moe van word in de ochtend. Hoewel ik wel voelde dat ik gisterochtend best wel fit was. Iedereen was vet moe. En ik was echt heel erg wakker. Dus misschien komt dat wel door de koffie. Omdat het nu werkt voor mij, omdat ik het niet meer gewend ben. Maar daarna was ik zo moe. Echt. Maar wat ga ik als eten eigenlijk meenemen? Hallo. Ik word gewoon niet wakker. Oh, mijn ouders sliepen nog steeds ook. Oh. Mijn ouders sliepen ook nog steeds. Dus het zal wel iets zijn. Het eten wat ik heb kunnen verzamelen. Zalm. Maiswafels. Dit. 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 Banaan. Feta. Matcha. En dan losse tomaat. Ik heb echt zin in het weekend. Maar ik heb ook echt heel veel zin om de kiddies weer te zien. Want dit is gisteren ook. Twee van die perfect gekookte biologische eitjes met zout. Gewoon zo happen. Het is wel heel lekker in de ochtend door. Nog een beetje warm. Mmm. Echt heel lekker. Hallo jongens, wat een prachtige beurs is het vandaag. En het ging heel goed. Ik had eigenlijk, niet per se een vooroordeel, maar ik had mezelf gewoon vast voorgenomen van... Ja, wees niet verbaasd als ze alles wat je ze hebt aangeleerd vergeten zijn. Want ze zijn weer thuis geweest, een week thuis. Ik weet dat heel veel kinderen ook gewoon een week vakantie hadden, terwijl hun ouders moesten werken. Dus misschien niet veel aandacht gehad of regels weer vergeten. Ik wist het niet, maar... Ik merkte gewoon vanaf het moment dat iedereen binnenkwam dat ze meteen weer zin hadden om het goed te doen. Dus je merkt ook echt aan de kinderen, en dat krijg ik ook terug, dat ze het zelf ook heel fijn vinden. Van juf, wat gaat het goed, weet je wel. En dat ze het zelf ook heel prettig vinden. Dus het leuke aan een klas waarin beter geluisterd wordt, meer structuur zit en zo, is dat ze zelf het ook ervaren, ook al in groep 3. Ze merken dat als ze zich dus beter gedragen, beter luisteren, liever voor elkaar zijn en zo, dat het dan beter gaat. En dan zijn er altijd nog wel een aantal die het moeilijker vinden. Dus dat vond ik vandaag wel lastig. Ik merkte van jeetje. Toch, ja, lullig gezegd, een aantal stoorzenders die dan toch de sfeer een beetje verpesten in die zin. Waarvan ik dan op een gegeven moment denk, ik laat het maar en ik negeer het maar even. Want ik wil gewoon aandacht besteden aan wat er dus wel goed gaat. Dan heb je dus wel iemand die bijvoorbeeld een beetje dan... Ja, er dan even buiten valt met dat je fijn bezig bent met iemand die toch er doorheen loopt te tetteren en te clearen. En ik denk, ik laat het maar eventjes, want het heeft gewoon geen zin om er nu steeds aandacht aan te besteden. Dus dat moet je dan weer individueel gaan aanpakken en gaan regelen. Maar zeg maar qua groep, het grootste deel gaat gewoon super goed. Dus dat vind ik heel fijn. Ik ben heel moe, maar dat komt niet door de dag. De dag ging eigenlijk heel chill. Ik ben zelfs tijdens de gym even naar mijn huis gegaan. Ik vroeg aan de directeur of het mocht. Want dan heb je 3 kwartier gym. En even snel op en neer gegaan. Want ik zag een appje dat dus de... mannen van de bouw, zeg maar, van dit huis van 2,5 jaar geleden, dat er iemand langs was geweest om naar dat lekkageprobleem te kijken. En dat ze het meteen hebben dichtgestopt en hebben opgelost. En het is in feite dus helemaal niet meer zo nat nu, want het heeft ook niet heel erg geregend. Dus daardoor konden ze meteen gaan stuken. Maar dat die mensen die daar werken begrijpen het niet. Dus ik ben naar mijn huis gegaan en heb dat wel aan hem kunnen vertellen. Hij begreep me wel. Ik ben op een of andere manier best goed in zonder taal het toch duidelijk maken. En even die persoon gebeld natuurlijk van het stukbedrijf. Dus die weet het ook. En toen heb ik dus gezegd van begin maar toch wel met dat afplakken. En ik kreeg een appje van het stukendoorbedrijf van je had alle stopcontacten en zo er eigenlijk af moeten halen. Dus kan je dat vanavond doen, want dan kunnen ze morgen gaan stukken. Ze zijn nu aan het voorstrijken. Dus dat ben ik ook vast eraf gaan halen. Want ik dacht voor hetzelfde geld kunnen ze al wat doen of weet ik veel. Of is het voor de voorstrijk ook belangrijk. Dus ik heb ook die stopcontacten er heel snel afgehaald. En die man ging me een beetje helpen, want die zat te wachten denk ik. Op nieuw materialen of zo. Ik weet niet, maar dat heen en weer. Toen kwam ik hier terug, was er geen parkeerplek meer. Dus nu sta ik heel ver weg. Moest ik echt heel snel rennen, maar was ik toch weer op tijd op school. En de dag ging heel goed. En wat ook wel leuk is, we hebben het dus een tijdje geleden gehad over je ouders bedanken. Voor het feit dat ze bijvoorbeeld altijd lekker eten voor je maken voor school. En ik zag zulke mooie broodtrommels. En toen zei ik van, zeggen jullie wel eens bedankt tegen je ouders, weet je wel?
En nu hadden we het daar even over, van wie heeft dat gedaan? En echt wel een stuk of 8 vingers gingen omhoog en die hadden hun ouders dus bedankt. En toen hebben we ook bedacht waar je nou nog meer je ouders voor kan bedanken. En toen echt hele mooie gesprekken over, ja, dat ze geld verdienen, weet je wel. Dus toen heb ik ook bijvoorbeeld besproken dat ik het vroeger zo lastig vond dat mijn vader er niet was in de avond. Met het eten en dat ik dat niet begreep, maar dat ik nu snap dat dat komt omdat hij ging werken en daardoor geld verdienen en daardoor wij zo'n goed leven hebben gehad en konden sporten en nou ja, dat soort dingen besproken. En kinderen die baden dat ze naar de opvang moeten, maar dan wel weer beseffen waardoor dat is, want papa en mama verdienen geld en daardoor heb jij weer zo'n mooie lekkere broodtrommel of kan je vanmiddag naar voetbal, weet je, dat soort dingen. En een beetje besproken van waar kunnen we nu onze ouders voor gaan bedanken. We kwamen hele mooie dingen uit. Dus dat vind ik wel heel leuk, dat soort gesprekken en complimentjes en weer lekker over de vakantie. En ook gewoon lekker een beetje een sociale dag naast alle lessen. En ik merk dat ik nu gewoon heel veel zin heb om naar huis te gaan en te slapen. Ik ben gewoon echt toe aan slapen. Ik ben zo moe. Maar het was wel echt een hele goede dag. Dus ik ga nu lekker het bord klaarmaken vast. En alle dingen die moeten ga ik nu doen. Zodat ik dat in ieder geval eens heb gedaan. Voor het geval dat ik nog meer in elkaar stort. Maar wat een mooi weer. Dat is wel heel fijn. En ik heb heel veel zin dat ik morgen alleen maar naar de kapper hoef en hoef te editen. En verder even niet zoveel hoef te doen. Oeh. Oh ja, na mijn werk ga ik wel weer terug naar mijn huis om even te kijken wat ze hebben gedaan. Wat we trouwens ook weer hebben gedaan vandaag, het kost wel veel energie, maar ik vind het toch belangrijk. Ik vond de rij toch weer niet heel goed gaan. Het ging echt niet slecht, maar ik vond gewoon dat het moet gewoon perfect, vind ik, die rij. Dus dan zijn we nog door de school gelopen, richting de kleuters. Helemaal weer geoefend, hoe moeten we in de rij? En wat hadden we dan nog meer geoefend? Waarom dacht ik daaraan? Ik weet niet, het was nog iets wat we weer opnieuw hebben geoefend. Dat ik dacht, ja jongens, ik moet niet nu denken, het gaat goed, dus we stoppen. Ik moet blijven inoefenen van het gedrag en dat soort dingen. Wow, alles rondom mijn huis verloopt zo goed nu. Ik kom daaraan, zijn ze er dus nog? Ik denk, hè? Meestal stoppen mensen wel klussers om 5:30, 6:00. Ik bedoel, het is nu 5:30, 6:00. Ongeveer, ik weet niet hoe laat het precies is. Dan zijn ze meestal al lang weg. Want ze beginnen heel vroeg. Kom ik binnen, zit er 6 man in mijn huis. En nog een soort van baas of zo die dan wel ook echt goed de taal spreekt. Zitten ze met 6 man. Sommige wanden zijn al helemaal wit. Ik zal op Instagram even een fotootje delen waar ik hun hoofd wegblur. Want ik kon geen foto maken zonder hoofd. Want zoveel mannen staan er. Ze gaan nog een paar uur door tot 9:00, 10:00 vanavond. Ze maken ook helemaal geen herrie. Je hoort helemaal niks. Ik heb mijn buurvrouw ontmoet. Dat is dan een vrouw van 60. Verder zijn het allemaal hele jonge mensen die daar wonen. En die gaat me ook even in de app zetten en zo. Zodat ik daar ook even kan doorgeven dat er geklust wordt en verhuisd. Daar heel veel wordt er verhuisd in dit gebouw. En ze zei ook, ja, zorg ervoor dat je het netjes achterlaat in de lift, anders krijg je klachten. Dat is echt zo iemand die een beetje, merk je dat ze wat ouder is. Wel aardig. Maar die mannen zeiden, nee, we gaan, wat was dat? We gaan straks de lift schoonmaken. We gaan hier helemaal met water bezemen en dweilen. We gaan de hele overloop schoonmaken. Echt geweldig. En het voelt ook alsof ze echt doen wat ze zeggen. Dus ik ben heel blij dat zij morgen gaan we nog eventjes alles schoonmaken. En misschien de laatste dingetjes in de muur glad trekken. En wel fijn als het trouwens licht is, aangezien ze 's avonds doorgaan. Maar misschien morgen met daglicht nog even checken. En dan zijn ze morgen rond 2:00, 3:00 weg. En dan kan ik er dus heen. En mijn warmtepistool is net bezorgd met het apparaat om die tegels eruit te halen. Dus ik zei, wil je dat pakketje aannemen? Nou, terwijl ik met de buurvrouw aan het kletsen was, werd het bezorgd. Dus dat kan ik dan morgenavond bijvoorbeeld testen. Of anders desnoods donderdag. Maar donderdagochtend tussen 8:00 en 10:00 wordt ook mijn deur bezorgd. Dus moet ik er sowieso zijn. Dus anders ga ik het donderdag testen. Want morgen moet ik ook weer 2:30 naar de kapper. En editen. Dus ik wil denk ik sowieso morgen wel even zien hoe het mijn huis eruit ziet. Maar ja, misschien even in de avond of zo. Die kapper duurt meestal ook wel 1:00 of 3:00. Maar geweldig. Dan kan ik dus dan is het gewoon klaar morgen, het stukje. Dat is wel echt fantastisch. En dan nog een ellende met die vloer. Maar het gaat ook vast wel goed komen. En dan gaat het zo snel allemaal. Ik ben heel erg blij. En met de klas goed. Dus ik ben moe, maar alles is echt toppie. Hallo, het is woensdag. Dus ik heb de hele ochtend weer zitten editen voor mijn vlog. Die nog lang niet klaar is. Want ik heb natuurlijk zoveel beelden gemaakt vorige week. Dus dat wordt nog even doorwerken straks. Nu even snel boodschappen gedaan bij de Maxis. Heel snel, want ik had uiteindelijk best wel kort. Want ik moet over 5 minuten bij de kapper zijn. En ik ga dus weer naar mijn oude kapster, naar Josje. Ik had recht tegenover mijn huis, had ik toen echt mijn favoriete kapster.
Net toen ik ging verhuizen, ging zij voor zichzelf beginnen. En gelukkig had ik in Zoetermeer ook een fijne kapster. Die is toevallig net gestopt. En Josje werkt nog natuurlijk, die heeft haar eigen zaak. Dus ik ga lekker daar mijn haar weer doen. Heel chill. In Muiden, ik kan er gewoon parkeren gelukkig. Ik ben benieuwd waar het nou precies zit. Volgens mij het nieuwe gedeelte in Muiden, Krijgsman. En gaan we lekker de uitgroei verven en knippen. Ik wil niet te blond, ik wil babylights. Dus nou, dat komt vast helemaal goed bij haar. Hey. Hey. Ik mag hem niet optillen, dus ik ga hem gewoon zitten. Nee, maar zo lacht jullie wel. Wie is daar? In mijn camera hier. Is lekker weer. Oh. Oeh. Wil je een snackje? Kijk eens. Oh. Ja, zo schattig. Dus ik heb het heel leuk gehad. Dus vandaag. Het is toch te leuk als je haar gaat doen, dat er dan zo'n schattig groeit. Ja, ja. Hallo mensen, ik ben weer lekker fresh. Het is 6 uur. Ik heb er inderdaad 3 uur gezeten. Het was heel gezellig. En nu ben ik lekker moe. En papa gaat echt een ziek lekkere salade maken met geitenkaas. Heel veel zin in. Ik moest even frambozen ook daarvoor halen. Dus die had ik gekocht. Ik had natuurlijk al boodschappen gedaan. Ik heb vandaag maar 1 keer wat gegeten. Net voordat ik wegging. Als ik dus moet editen, dan ga ik heel vaak voor mezelf. Mag ik dan pas ontbijten en douchen als ik dus klaar ben? Ja, heel raar, I know. Maar ik had dus heel laat ontbeten. En nu heb ik heel veel honger. Dus ik heb heel veel zin om lekker vroeg te eten. En mijn haar ziet er heel netjes uit. Het wordt natuurlijk nu weer helemaal stijl. Omdat ze het met zo'n föhn en een ronde borstel heeft gedaan. En dan wordt mijn haar altijd helemaal plat. Dus dat is weer even anders, aangezien ik het steeds krul. Maar ik denk dat ik het even niet ga krullen, want ik vind het wel even lekker om mijn haar even zo met rust te laten. Dus ik vond de conditie van mijn haar heel goed. Ik zei ook dat het heel dik was geworden. Dus dat is wel fijn. En het is heel netjes, want ze heeft dus geen toner gedaan. Dus ik was precies evenveel geld kwijt als bij mijn andere kapsalon, 180 euro. En ik weet dat ik daar vaak ook 182 kwijt was, maar dat was inclusief toner. Dus zij zei dus van ja, ik ben dus wel wat duurder, want had je bij mij een toner gedaan, dan was je 22 kwijt geweest. Maar zij doet dus geen toner. Dat deed ze toen ook al niet. Haar verf is gewoon heel goed, of ik weet niet, maar daardoor wordt mijn haar al cool. Dus ik weet dat ik bij mijn nieuwe kapster toen, zei ik al van ja, mijn vorige kreeg mijn haar altijd al cool zonder toner. Maar bij die kapster lukte dat niet. Ja, het ligt natuurlijk gewoon aan de materialen die ze in een kapsalon hebben, de producten. Ze heeft geen toner gebruikt en het is gewoon weer helemaal mooi assig. En ze heeft alleen de uitgroei gedaan. Tuurlijk, soms verf je het plukje ietsjes door, zodat de overloop mooi is. Maar ze heeft helemaal niks hier gedaan. Echt puur de uitgroei. De hele mooie dunne streepjes. Je ziet geen harde lijnen. Helemaal niet. Dus ze heeft het echt weer prachtig gedaan. Dus dat is wel heel fijn dat ik mijn oude kapster gewoon weer heb. En mijn haar voelt heel lekker zacht. Het was heel gezellig. Lekker bijgekletst. Dus dat is heel erg leuk. En ik zag net dat het balkonlampje aan stond van mijn huis. Ja, dat is zo'n lichtknopje. Ik had hem laatst ook aan laten staan. Want dan klik je maar gewoon op de knopjes om het licht aan te zetten. En dan weet je dus niet dat dat van het balkon is. Hebben die mensen natuurlijk ook gedacht. Dus die heb ik even uitgezet. En toen zag ik ook dat ze nog een oplader in stopcontact hadden zitten. Dus die heb ik ook uitgetrokken. En ik kon nog even checken. En het zag er heel goed uit. Ja, heb ik weer mijn camera niet meegenomen. Ik heb alleen maar filmpjes op Instagram. Nou ja, ik denk niet dat jullie het heel boeiend vinden. In ieder geval is alles nu gestuukt. Behalve de badkamer, het plafond. En dat juist dat moeilijke stukje bij de keuken. Dus die gaan ze morgen eerst nog voorstrijken. Ik had gedacht dat ze dat nu al hadden gedaan. Maar dat gaan ze morgen pas doen. Dan weer laten drogen en dan stuken. Het enige jammer is dat ik dus morgen eigenlijk... morgen zou ik daar naartoe gaan om de vloer te proberen eruit te halen. En mijn deur wordt tussen 8 en 10 bezorgd. En zij komen dan vanaf 10. Dus dan kan ik morgen eigenlijk weer niet die vloer proberen. Omdat zij natuurlijk nu nog een dagje langer bezig zijn. Maar goed, dat komt wel goed. Dat gezien we wel. Maar ik moet morgenochtend dus heel vroeg daar naartoe. Dat is eigenlijk echt super jammer. Balen, dus dat wordt vroeg naar bed.
Maar ik ben wel heel benieuwd naar die deur. Maar het is ook niet ideaal dat die nu bezorgd wordt aangezien ze nog moeten schoonmaken en blablabla. Maar komt goed. It will be alright. Op zich loopt alles nog volgens planning. En nu gaan we lekker eten, want ik heb heel veel honger. Ik zal nog even mijn boodschappen laten zien. Ik heb surimi sticks. Heel veel kikkererwten, die waren 1+1. Deze, want ik wilde echt die dreft die je zo niet open hoeft te doen, weet je wel. Dat is paars, zal ik. Mijn favoriete sappie. Druiven. 4 van deze. Filet américain, maar dan plantaardig. Die was ook 1+1 gratis. Die heeft geen soja. Deze bakboter, ook plantaardig. Ook 1+1. Ori mandarijnen, 1+1. Skier, heel veel, want die waren nu eindelijk een keer in de aanbieding. Lactosevrij. Deze vegan paturin, die was niet in de aanbieding. Druiven. En avocado. Oh ja, en zalmaasje. Dat was het. Dus heel veel, heel weinig verschillende dingen, maar heel veel van één ding. Lekker handig, heb ik weer een beetje wat in de koelkast, want het was echt helemaal leeg bij mij. Mooi zeg. Wow, aparte dressing. Wat zit hier allemaal door? Mayo. Nee. Hoe komt hij dan zo smoothie-achtig? Thee. Oh, grappig. Yoghurt. Is dit jouw eigen recept? Ja, ik dacht, je maakt een soort vinaigrette. Ik had dit niet verwacht. Lekker. Ik doe altijd maar wat. Oh, ik dacht, je zei dat je een soort eigen recept had. Garnalen? Het is een verrassingssalade waarvan alles verstopt zit. Ben je de mooiste baby van Nederland? Ja. Je bent de mooiste baby van Nederland. Oh, mijn haar is een beetje... grijs. Ik ben aan het wachten. Ik ben echt heel laat slapen, want ik moest editen. Dus ik ging om 1 uur slapen. Ik was echt om 6 uur wakker. Dat is kort. Dat is net zo lang als Lotte gisteren zei. Ja, we hebben voor het eerst lang geslapen. Dus ik dacht, nice. 5 uur. Maar wel onderbroken, hoor. Dus ze heeft 5 uur in totaal geslapen met onderbrekingen. Dat is lang echt... mom life, ouders life. Maar tussen 7:45 en 7:45 wordt die deur bezorgd. Ik blijf gewoon hier, want ik heb zo'n tracking linkje gekregen. Kijk, zie je, nu is de baby heel schattig. En dan wacht ik gewoon hier, want ze gaan het dan niet naar boven brengen. Dus dan, ja, ik dacht, ik wacht gewoon in mijn auto of ik ga er wel vast even wat tillen misschien. Ja, het is een beetje heftig, maar het komt wel weer goed. Ik wil juist, ze heeft het echt vet mooi gedaan, daar niet van, maar het is toch weer iets te... Ik wil eigenlijk dus steeds wat naar wat meer bruin gaan, maar dat lukt steeds niet. Want nou, het is, ik wil het niet warm, dus dat heeft ze heel goed naar geluisterd. Maar ik vind het wel heftig. Ik vind het wel heel grijs. Alles lijkt grijs, want hier heeft ze helemaal niks gedaan. Het is echt puur dit. Los vind ik het wel kunnen. Maar het is wat minder natuurlijk. Dus ik denk dat ik eerst wat mooier was. Maar we kunnen er niks meer aan veranderen. Moeten we er wachten tot het uitgroeit. En dat gebeurt gelukkig snel. Het is niet lelijk of zo, maar het is gewoon net een beetje de verkeerde kleur. En zo los vind ik het wel weer leuk staan. Maar vast is het een beetje alsof ik grijs aan het worden ben, dat ben ik niet. Oké, ik ga even 2 eggies koken. Driving in my car. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom, vroom. Driving in my car. Vroom, vroom, vroom. Driving very fast. Vroom, vroom, vroom. Driving very slow. Vroom, vroom, vroom. I like driving, driving in my car. Hey baby. Ik heb deze tijd de liedjes van school in mijn hoofd. Zo, deze olijfolie trouwens. Ik weet niet waar papa het heeft gekocht. Maar hij had het gisteren door de dressing en ik had het ook door de feta pasta. Het is zo lekker. Echt een goeie olijfolie, man. Ik heb ook mijn sportkleren aan, ik heb nog geen ene gesport deze week. Gisteren hoefde ik voor mezelf niet te sporten. Vandaag wel. Eitje erin, in het koekerwater en dan doe ik 8 minuten. Is dit de eerste keer dat ik deze week in dit huis vlog? Nou ja, er is gestuukt. Tadaa. Moet ik niet kijken, ik weet wel met stuken dat er vlekken komen, want het is nog niet droog. Maar ik snap dus niet hier, ziet het er gewoon echt uit alsof het nog niet is gestuukt. Al die van mij. Ik zei het maar wel. Ik weet het niet. Ik weet van in ons vorige huis was het eigenlijk na het stuk al helemaal wit. Dat je dacht, er hoeft niet eens meer wit geverfd te worden. Zo, die muur zit. Alles is wel heel vies. Ik hoop wel echt dat ze dat goed schoonmaken. Vandaag gaan ze dus de badkamer zien. Maar het is wel echt heel vies.
Misschien juist wel goed dat ik er ben, maar dan kan ik dat ook nog even zeggen. Maar je loopt hier zo in de weg. Omdat ik natuurlijk een best wel een klein huis heb. Dus het liefst ben ik er niet als zij bezig zijn. Maar die zit helemaal onder. Nou, dat hoort er natuurlijk bij als we barschool maken. Maar mijn ouder, kijk cool, ik vind, hou hier trouwens echt van zo'n effect. Maar dat krijg je niet als ze duur om te laten doen. Maar mijn ouders zeiden dat zij toen er was gestuurd, dat zij alles zelf moesten weggooien en schoonmaken. Dus dat ik nog best wel mazzel heb hiermee. Ja, ze zeiden dat ze het schoonmaken, dus ja. Maar hier zit ook allemaal voorstrijd in mijn vensterbank. Kijk, dit soort dingen. Ik hoop gewoon dat ze het netjes achterlaten. Maar ze zeiden van wel, dus ik ga er vanuit van wel. En ik ben benieuwd hoe ze dit dan gaan doen. Die hoekprofielen. Ik weet dat je hier altijd iets overheen moet doen. Met stukken. Dus ik heb geen idee dan. Oké, ze hadden me even teruggebeld. Weer echt super snel de hele tijd. Echt top. Ze hebben hier een ander soort stuk gebruikt. Omdat als je ooit een nieuwe keuken wil, worden de wanden anders. Te kleiner, dus een andere maat. En dat is dus niet handig. Dus het is een soort dunner spul. En er komt nog wat overheen. En dan is het gewoon helemaal mooi. En die hoekprofielen die horen zo. En daar komt dan verf overheen. En dan is het niet meer zichtbaar. Dus en ze gaan alles schoonmaken. Dus ik heb er helemaal vertrouwen in. En de deur komt over ongeveer 40 minuten. En die mannen kunnen er dan ook ongeveer zijn. Dus nou ja, het komt eigenlijk wel goed uit. Dan neem ik die deur aan. Even beneden. Til ik hem naar boven. En dan ga ik lekker naar de gym. Ik wil even dat hete luchtpistool testen, maar alle stopcontacten zijn natuurlijk ook eraf en zo. Dus dat vind ik een beetje creepy, een beetje eng om dat dan, als het zo open ligt, erin te steken met een 600 graden. Dus ik ben maar even de doosjes aan het maken. Ik ben echt een crisp promotor, niet normaal. Je ziet letterlijk elke dag crisp. Zo lief. Lotte stuurt net een foto van Bobby. Ze zegt, dit is mijn uitzicht. Ik vind het zo leuk dat ze me appt, überhaupt. En zo, want ja, ze is vet druk. Dus ik stuur terug, dit is mijn uitzicht. Wil je ruilen? Maar dat is toch heel leuk dat we in zo'n andere fase van ons leven zitten. Maar ik vind dat zo leuk om met elkaar te delen. Echt, dat maakt me gewoon blij. Dat je lekker met elkaar in contact bent en zo. Volgens mij vinden jullie dit altijd wel leuk om te zien. Kijk, zo zien de kastjes er nu uit. Dit is dus niet de eindbestemming. Maar je ziet, het zit nu al echt heel vol. Als de ramen open zijn, heb je al echt veel herrie hier. Maar ja, het moet even open. Zo, lekker volgestout. Deze kan ook niet echt voller meer. Ja, ik ga niet dingen in de vaatwasser leggen hoor. Dat gaat wel heel ver. Oh, maar ik heb natuurlijk wel al die grote potten. Die wil ik allemaal eventjes in de vaatwasser doen. Misschien ga ik die er wel gewoon vast inzetten. Kijk, al dit soort potten. Die wil ik eerst eventjes eigenlijk goed spoelen. Ik kan ze ook gewoon even in de vaatwasser doen. Waarom niet? Ja, boeien. Oké. Ja, Chris wordt ook al over een uur bezorgd. Ik ga eerst even weer terug naar huis. Ik ben zo ingekakt door dit. Ik heb geen zin om nu te sporten. Ik moet hier straks toch weer heen, dan ga ik dan wel sporten. Kan ik eventjes naar huis, ook even wat eten. Want alleen een eitje, ik heb honger. Die bezorger, had ik dat verteld van mijn sleutel? Het zat dus uiteindelijk in de rand van de bescherming van de deur. Ik heb dus echt een half uur lopen zoeken, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Ik denk, hoe kan dit nou joh? Dus gewoon in de beschermrand, op de bodem van de deur. Was hij dus ingevallen tijdens het tillen. Belt die bezorger me net. Hallo, met de bezorger. Ik zo, hé, welke? Ja, van alles in Israël. Oh, hi, heb je je sleutel gevonden? Dat is toch vet lief. Oh, zo'n lieve man ook. Het hoort ook niet bij zijn functie om te helpen met tillen. En hij deed het alsnog. Weet je dan, hij zegt, ja, anders was ik misschien even nog komen helpen of zo. Ik weet niet, wat hij, of hij, ik stond niet helemaal wat hij nou zei. Maar hij, in zijn auto had hij nog 10 deuren liggen. Dus die is nog wel even bezig vandaag, maar... Dat is toch zo empathisch dat je dan denkt, dat je dan niet denkt, ja zoek het lekker uit, wavie. Maar dat je denkt, oh ze is er sleutel kwijt, dus ik ben benieuwd of ze hem heeft gevonden. Dat is toch zo cute. Nou, dat vind ik lief. Oh, misschien kan ik hier bij het tankstation even iets halen voor on the go. Ik weet niet of dit tankstation ook echt eten heeft. Kom maar even kijken. Maybe. Ik had het niet wat ik zocht. Dat had ik eigenlijk al verwacht. Volgens mij is er geen tankstation in Weesp die dat heeft. Ik zat alleen maar van die vieze goedkope, simpele witte broodjes. Ik rijd meteen even door naar de karwei om scharnieren voor mijn deur te kopen. Want ik heb een foto gemaakt en ik neem aan dat ik het dan moet vinden. En ik dacht, misschien kan ik meteen eventjes een kleurtester kopen van die Flexa Pure. Als ze dat hier verkopen. Ja, de karwei is zo dichtbij. Ik ben er nu al. Dus dat ga ik nu doen. Wow, ik heb echt goed gesport. Het water op mijn gezicht, als je het ziet, is water. Ik ging daarna nog even op de loopband. 18 minuten waarvan ik misschien 6 minuten heb gerend en de rest gewoon heb gesnelwandeld. Oké, ben ik weer. Ik had graag gezellig laten weten als de mannen weg waren. We hebben boodschappen gedaan. Nou, schoon is een groot woord. Ze hebben wel veel opgeruimd. Als je denkt aan hoeveel troep het was, hebben ze echt wel veel gedaan. Maar
Er moet echt nog wel veel gebeuren, maar waarom staat mijn oven aan? Die smerige oven, wat is dit voor raars? Hebben ze mijn oven gebruikt misschien? Die stond niet aan namelijk. Hij is zo vies, jongens. Kijk, dat kan ik ook nu gaan schoonmaken. Ik kan best wel nu... Mijn moeder gaat volgens mij best wel laat nog sporten naar de werk. Ik kan nu in principe best veel doen. Oh, het is al kort voor 4. Nou, ik kan 2,5 uur knallen. Gadver, dit is zo smerig. Van die jongen, hoe die het heeft achtergelaten. Eeuw. Ik moet echt mijn schoonmaakmodus aanzetten. Dit hebben ze ook laten liggen. Handig, maar niet voor mij. Kijk. Dit vind ik niet echt netjes. Nou ja, ik moet gewoon nog schoonmaken. Maar ik weet niet, ik heb er geen ervaring mee. Maar ik hoorde van mijn ouders dat ze dus heel veel zelf moesten doen. Dus volgens mij mag ik echt niet klagen. En de vloer is... Kijk, ook niet mooi, maar het is wel gedaan. Het is dus ook gestuukt. Het grappige is deze... Oh, wat? Waarom hebben ze dan niet dit? Ik weet het niet. Nou, deze wand was al... Kijk, hier is bijvoorbeeld voorstrijk, dat soort dingen. Maar al die dingen moet ik dus weer terugplaatsen, maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Ze laten het in ieder geval afgeplakt, want ze gaan natuurlijk nog verven. Maar dit was eigenlijk al helemaal netje. Dus ergens dacht ik, oh, hier is het niet glad. En hier was op de tegels. Ja, dat soort dingen vind ik dan toch niet leuk. Maar ja, ik weet niet in hoeverre ik kritisch mag zijn. En hier. Maar ja. Dit had ik dus niet per se hoeven doen. Kijk, nu is het een soort grijs, maar de stuk is nog nat. Maar ik dacht, ik doe het toch. Hier hangen allemaal druppels. Ja, ik denk toch dat ik dat allemaal weg moet halen, want anders gaat het allemaal hard worden. Maar heb ik hier nu nog licht, is de vraag. Ja. Ja, je ziet gewoon, het is niet brandschoon, maar het is natuurlijk ook geen schoonmaakbedrijf of zo. Ja, het zal allemaal wel goed komen, het moet natuurlijk nog geverfd worden. Het is wel gladder. En hier staat een deur. Die zij eruit hebben gehaald. En niet hebben teruggezet. Dus is dat bijvoorbeeld normaal dat ik die deur er nu zelf in moet zetten? Want ik weet niet eens hoe ik een deur erin zet. Kijk, ik had bijvoorbeeld gevraagd of hij dit van de vensterbank wilde halen. Die voorschrijf, dus dat heeft hij gedaan. Maar er zitten nog wel vlekken. Er zit allemaal stuk op mijn hele mooie nieuwe dure kozijnen. Dus ja, ik weet dus niet of het hoort. Maar ik moet het allemaal nu gaan schoonmaken. Want, ja. Kijk, die vloer gaat er toch uit, maar die kozijnen niet. En hier ligt een hele plas met water. En de deur is ook niet schoon. Dus ja, ik weet niet of dit nou slecht is of dat dit goed is. Of ik weet het niet, maar ik ga maar gewoon zelf aan de slag en schoonmaken. Want ik wil niet dat het... Ik vind het wel eigenlijk heel... Eigenlijk vind ik het best wel erg dat mijn deur helemaal wit onder witte vlekken zit. Mijn dure nieuwbouwdeur. Dat, ja... Het lijkt me dat je dat gewoon hoort af te plakken. Toch? Hi daddy. Lief dat je komt. Ja, dat wil ik zeggen. Nou ja, ze komen dus morgen weer. Want ik zoveel vragen heb gesteld, zegt hij de stukken er morgen om 8 uur doen. Ja, het gaat, maar het kan toch niet, jongens? Het kan toch geen 300 tegels keer 10 minuten eruit gaan halen? Niet te doen, joh. Ik wilde gewoon trekken, maar het is kokend heet. Het stinkt hier echt naar strijk, ja. Oh my god, 1 tegel is eruit. Eureka, halleluja. Ik heb 2 tegels eruit, maar ja, het gaat qua tijd gewoon niet. Ik ben echt 10 minuten per tegel bezig. Ik vind het hartstikke leuk om het zelf te doen. Ik vind het echt verschrikkelijk om hier 1000 euro aan te moeten betalen. Voor het te moeten betalen, maar ik denk dat het gewoon niet realistisch is om dit te doen. Ik kan er ook echt niet veel doen vandaag, want de stekker redt het niet. Het is gewoon 600 graden of zo, hè? Je moet een beginnetje hebben. Dan moet dat beginnetje afkoelen en dan kan je daar aan trekken. Kijk. Je moet een soort groter mes hebben, dat je er... Deze onderkomen.
blijven. Lekker nog een beetje aanraken. Dat trekken is heel zwaar. Voor mij. Ik ben echt blij dat ik naar de sportschool ga. Ik merk echt dat ik sterk ben. Kijk, dit kan je niet aanraken. Als je het loslaat, dan plakt hij weer vast. Wel lastig gaat trekken met zo'n doekje eromheen. Auw, het is heel heet. Een soort hitte afstotende handschoenen bovenop. Maar ja, is het haalbaar om dit met z'n tweeën te doen in één weekend? Volgens mij niet hoor. Ik dacht nou, wow, kijk hoe bezweet ik ben. Wat als ik probeer om de lijm niet te verwarmen? Het tegel ziet er dus letterlijk zo uit. Dus nu hoop ik dat het niet toevallig aan de ene tegel lag. Maar dat het er gewoon makkelijker uit gaat als je het niet verwarmt. Dan ben ik zo blij als dat zo is. Kijk! Wat? Nou, dit is wel te doen. En ik moet zeggen, het is wel echt heel zwaar. Het ziet eruit alsof het zwaar is, maar ik ben dus best wel sterk. Hallo, ik ben echt wel sterk, maar het is heel zwaar in je rug ook. Maar ja, goede workout, kijk. Maar ik weet wel dat ze zeiden dat het op sommige plekken niet heel erg vastgelijmd is, dus misschien is dat dit. Maar kijk, je kan dus niet gewoon zo trekken, je moet echt gaan staan. Ja, dit is minder werk dan eerst helemaal lopen te verhitten. Sowieso is het super heet. Maar ik merk wel dat ik nu al helemaal kapot ben en gewoon geen kracht meer. Eigenlijk dus. Oeh. Ja, ik word zelfs duizelig, joh. Het is echt heel zwaar. Maar ja, als dit werkt, maar ik ben nu wel al meer dan een uur bezig. Nou, dat was het. Ik ben oprecht kapot nu. Ik kan gewoon niet meer trekken aan die tegels. En we gaan ook eten, dus ik ga naar huis. Maar wel leuk om een beige kleur te zien. Want dat is een beetje hoe het gaat worden. Dat vind ik echt veel mooier. Hallo jongens, ik ben hier nu een uurtje. Stukken door is geweest, ik heb wel tegels eruit gehaald. Ik ga even een berichtje naar mijn ouders sturen, dus dan kunnen jullie dat ook horen. Oké, nou in principe allemaal goed nieuws, allemaal opgelost. Hij heeft wat dingetjes al afgewerkt, zeg maar wat klonten weggehaald en wat schoongemaakt. En de voordeur heeft dus een houten beschadiging, waardoor je echt het hout eromheen ziet. Hij zei als je de grijze kleur doorgeeft, ga ik tijdens het schilderen die hele deur schuren. En helemaal opnieuw verven en mooi maken. Afzuigkap heeft hij uitgedeukt van binnen, dus die is weer goed. En op de badkamerdeur, daar is ook een deukje in de deur gekomen. Dat gaat hij ook fixen met verf, en zegt dat het dan niet meer zichtbaar is. Verder had ik met hem besproken dat het misschien handig is om maandag toch al te beginnen met verf, omdat het stuk heel snel droogt. En ook even overleggen met de baas, zeg maar, en dat kan. Dus ik ga vandaag de kleuren doorgeven. De verf kost dus wel meer dan het witte. Ik dacht van niet, maar het is 1 euro per vierkante meter meer. Uiteindelijk ben ik voor die 3 gekleurde wanden dan iets van 500 euro kwijt. En als je zelf het allemaal gaat doen, ben je ook zo 300 euro kwijt. Dus dat ga ik wel gewoon laten doen. Want vrijdag wordt de vloer natuurlijk al gedaan. Dus hij denkt dat ze 3 dagen nodig hebben, maar heel misschien 4. Dan hebben we donderdag klaar. Maar het is in 2 uur droog. Dus hij zegt, we zijn hoe dan ook voor vrijdag weg, is alles opgeruimd en netjes. Wat dus betekent dat ze niet pas over 2 weken, maandag over 2 weken pas gaan verven, maar dus deze maandag al. Waardoor dus 16 maart, die zaterdag, alles klaar is. En als mijn matras komt en de meubels, zijn de muren gewoon helemaal klaar. Dus dat is zo fijn. En dan kan ik die vrijdag 15 maart, kan ik dan bijvoorbeeld dus lekker alles helemaal gewoon schoonmaken. Dan mag ik met sokken op de vloer en dan die dag naar de meubels en dan is de verf gewoon gefixt. Dus ze hebben maandag plek, dus dat is wel heel fijn. Want dan is dat dus niet na de vloer allemaal pas. Plus ze gaan al die afzuigkappen en lampjes, gaan ze er allemaal weer voor me inzetten. Ik heb niet de lamp in de badkamer trouwens gevraagd, maar ik vroeg het over de en zei, nee, dat zetten wij er allemaal weer in. Dus veel fijner dat ze er voor de vloer komen en dit gewoon af kunnen maken. En ook alles wordt netjes afgewerkt, zei die en zo, en kit of wat dan ook. Alles wordt netjes gemaakt, dus heel fijn dat het dan gewoon volgende week al gebeurt. Terwijl ik aan het werk ben en dan... Ja, scheelt het enorm. Dus dat is allemaal heel fijn. En nu moet ik dus alleen, dat is wel misschien goed, hij zei dat ik het morgen pas hoef te sturen. Maar ik vind toch, aangezien het maandag al wordt geverfd, het fijn om nu al te doen. Die kleuren. Ik had die Flexa app gedownload, Nosebom. Misschien ga ik even die Flexa Pure app doen om te kijken hoe die kleuren hier op de muur staan.
En ik had zelf ook ik werd wakker trouwens, jongens. Ik dacht echt, mijn rug is kapot. Ik heb eigenlijk niet goed wat ik gisteren heb gedaan. En vandaag ga ik gewoon weer door. Ja, dit gaan ze dus fixen. Ik heb die deuren schoongemaakt, maar het wordt gewoon niet schoon. Het gaat er gewoon niet af, joh. Hier ergens zat ook een beschadiging. Hier. Ik krijg niet echt scherp op beeld. Nou ja, dat. Ik heb dit dus echt nu heel vaak schoongemaakt en het blijft vies. Dus ik heb er even ander spul voor nodig. Met water lukt het niet. Oeh, heeft u dit in hoop afgehaald? Ja, het is al die stuk weggehaald. Dat is toch wel fijn aan als je er ook eventjes bij bent. Dat het gewoon, ja. Hij zag me ook ondertussen bikkeren met die tegels. Dus hij zou ook wel denken van ja, ze moeten toch vet hard werken in de eentje. Dus ik snap dat het vervelend is als ze dan ook nog alles moet gaan lopen schoonmaken. Maar ja, het hoort er ook gewoon bij. Het is gewoon heel fijn dat ze dit maandag al kunnen afmaken allemaal. Nou ja, woensdag dus of donderdag. Want dan is het gewoon allemaal lekker gefixt. Ik heb hier dus weer gisteren weer allemaal kleuren gepakt. Mijn man is toch te donker, dus ik vind dit wel heel mooi, die beige tinten. Voor wie het wil weten, dit zijn de kleuren. Latte, vind ik altijd een leuke naam. Ik heb natuurlijk ook die kleurstaal van mijn vloer ergens nog liggen. Elke keer als ik mijn vloerkleur zie, dan denk ik weer van, vind ik hem nou wel goed? Is hij niet toch grijzig of zo door die zandkorrel? Dit vind ik niet mooi. Dit lijkt ineens roze naast. Nou ja, je ziet het natuurlijk niet zo erg. Nou, nog best lastig. Oh, hallo, het is bijna 1 uur. Nee, het is 12:30. Ik heb even gewerkt. Maar het ging echt, ik weet niet, ik heb niet meer zoveel zin in babbelen bij het. Dus ik ben wel blij dat het eventjes de laatste is. Mijn hoofd staat er even niet naar. Ik zie er heel erg moe uit. Maar ik voel me prima wel hoor. Ik vind met het haar het vooral opvallen als je er moe uitziet. Ik ga heel eventjes langs de Maxis. Even naar de Xenos. En dan naar mijn huis om te wachten op die schep. En ik moet wel voorzichtig doen. Want mijn rug doet zoveel pijn. En ik moet natuurlijk morgen wel echt kunnen knallen samen met Hill. Dus ja. Een paar uur later. Ik helemaal haast om op tijd te zijn. Want ik was eigenlijk nog even bij de Maxis. Het ligt het gewoon voor mijn deur. Die twee betonnen scheppen. Ik heb voor mijn deur gelegd. Terwijl er staat dat ze nog onderweg zijn met de bezorger. Nou ja. Had ik verteld dat ik dit al besteld? Het zijn betonscheppen. Ik dacht dat ik hiermee makkelijk zo eronder kwam. Maar als ik nu mijn rug voel, kan ik echt letterlijk even niet. Dat is wel een beetje balen. En ik heb heel veel gekocht. De wind is wel erg hier hoor. Ik kon niet eens mijn voordeur open doen. Want die ze meteen weer dicht wilde klappen. Door die tocht. Het staat recht tegenover elkaar. Ik heb wel helemaal zin in dat het hier straks wel eigen plekje is. Ik ben helemaal losgegaan bij de HEMA. Nou ja, helemaal niet hoor mee. Maar ze hebben dus dat systeem, iets met een H. Systeem H of zo. Grappig dat het ook echt H is. Ze hadden geen andere kleuren, maar dus deze stok. En daar kan je dan deze mop op zetten. Ik dacht, ja, ik moet toch echt ook dat soort spullen hebben. Deze plumeau. Grondwisser voor de douche. Raamwisser. Ding. Dwelding. Bezem. En roze vloerreiniger. Nou, geweldig. Daar heb ik er 2 voor. En het leuke is dat het dus allemaal 40% korting was vanaf 4 artikelen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel heel handig. Ook ik woon met ruit, heb je maar 1 stok. En ik heb een leuke emmer. Die was niet in de korting. Ik had ook nog een emmer nodig. Oh, ik had natuurlijk wel een bak gekocht. Maar ja, je hebt een emmer nodig voor schoonmaken. Dat was ik uiteindelijk weer een hulp of zo neem. En die kans zit er ook in, want iemand stuurde net in de groepsapp weer. Kan iemand ook nu voor mijn hulp? En toen heb ik haar meteen een berichtje gestuurd van, heeft jouw hulp nog plek? Ja, om de week vind ik het toch wel heel chill voor 2 uurtjes. Dat iemand het gewoon echt goed doet. Dus ja. Ik heb dan in ieder geval genoeg spullen. En een bestekbak van de Action. Waarvan ik hoop dat die past, want hij is wel heel hoog. Een geweldige kleine spiegel op standaard. Had ik al heel lang nodig van de Xenos. En van de Lidl. Echt voor 12 euro een prachtige strijkbout. En ze hadden dus ook eentje van Philips. Een paarse voor 30. Maar ik dacht, ja, ik vind champagne kleur prachtig. Zo vaak strijk ik niet. Ik strijk heel weinig. Strijk. Dus hier ben ik zo blij mee. En een zwarte kraan. Ik ging er Lidl voor papelblokjes. Laatst had ik geen tijd meer. En die vind ik het beste. En dit is ook heel erg lekker. Heb ik al vaker gezegd bij Lidl.
En ik wil sowieso een grotere koelkast. Want ik hou, dat is gewoon mijn leven. Ik hou gewoon van lekker eten in de koelkast hebben en zo. En ik wil dan gewoon een grote koelkast hebben. Ik was gisteren aan het kijken, maar ik kwam echt op zo'n ziek mooie Amerikaanse uit. Maar ik denk niet dat dat gaat passen. En dan moet je het ook zelf tillen, want die bezorgers tillen dat niet. Oh, ik ga even een glaasje van dit nemen, want ik heb echt honger. Dat wil je niet weten. Ik heb ook echt veel fruit van nodig. Dat kan dus meer ook van nodig. Maar kijk, papa zegt ook, je moet er gewoon mee leren leven met zo'n koelkast. Maar ja, ik hou er ook gewoon van. Bijvoorbeeld, dit is houdbaar tot, nou ja, nog 3 maanden. En dit is af en toe maar daar beschikbaar bij de Lidl. En ik vind het dan gewoon heel chill dat ik dan 5 van die pakken in mijn koelkast kan leggen. Weet je wel, maar dat kan hier gewoon niet. Dus, ja. En deze koelkast is echt de meest onhandige ever. Ze hebben alleen maar kleine kantjes. Ik snap echt de logica niet hoor. En mij had ik ook een klein koelkastje. En daar deed het ook gewoon mee. Maar ik moet zeggen, ik bestelde daar zoveel eten. Omdat ik het inderdaad niet kon meal preppen. Geen HelloFresh kwijt kon. Niet lekker mijn favoriete spulletjes kwijt kon. Dus ik was gewoon niet gemotiveerd om te koken. En hier ben ik dat wel. Weet je, nu ben ik dat in mijn leven. Er is niet eens een hoge plank. En een geurt of zo. Die past er niet eens in. Die moet in de deur. Ja, ik vind dat gewoon irritant. Wel die droompjes hoeven niet koud, maar ik heb nu geen plek ergens anders om te stallen. Het is gewoon nu al vol en ik woon hier niet. Het gaat ook nu al helemaal aan de achterkant. Het gaat al helemaal weer vriezen, weet je wel. Omdat het allemaal te dicht op elkaar staat. Lekker in al die glazen zijn mooi, hè? Dit is niet normaal. Dit is zo ontzettend lekker. Dat is gewoon een 10. Er zit ook olijfolie in en zo. Dit is echt geweldig. Apart glas, hè? Zo plat. Ik bedenk me nu dat ik ook een Stanley mesh had gekocht. Omdat ik... Het was bij 50 euro gratis verzending. En die twee dingen die kostten 30 euro. Maar de verzending was echt 8 of 9 euro. Dus dacht ik, ja, doei. Dan koop ik wel een duur Stanley mesh van 20 euro. Natuurlijk ging ik ook checken of die op andere sites dan niet veel duurder was. Maar dat was overal 20. Maar dan heb je echt voor je leven zo'n goed Stanley mesh. Maar ik hoop dus dat die hierin zit. Hoe is dit verpakt echt? Wat is dit voor bezorgservice? Jezus, ik dacht al, dat zal wel dat Stanley mesh zijn. Kijk dan. Jongens, ze hebben gewoon in die schoffel of zo hebben ze een Stanley mesh gedaan. Gewoon. Is dit hoe het gaat in de bouwwereld? Maar kijk, het is echt een vet goed Stanley mesh. Vind ik gewoon cool. Ik vind het ook gewoon leuk om, merk ik, om een beetje mijn eigen gereedschap en schoonmaakspullen een beetje volwassen, weet je wel. Wat is dit dan? Echt oppassen met dat mes. Heb ik een Stanley mesh? Zit ik nu met dit mesje? Oh, dit is denk ik op te werken. Nee. Deze kleine mesjes vind ik altijd echt geweldig. De tomatenmesjes. Niet dat ik ze ooit in die houder terug doe, maar nu wel. Schoffel. Nou, zou ik een Stanley mesje maar gaan uittesten? Ik heb 2 schoffel dingen gekocht, want ik dacht, ja, als het werkt, dan kunnen we morgen allebei aan de slag. Wordt het zo zwaar te zijn? Oh, kijk. Hier zitten de mesjes. Mooi, hè? Lekker onderkin shot. Heerlijk. Oh! Hij is niet kapot. Oppassen met de muren. Ik zal even wat dichterbij, want dan heb je wat beter licht. Moet het gewoon zo? Oh! Ja. Zo. Er stond wel dat je inderdaad de voorraad kan bewaren. Natuurlijk handig als je zo'n ervaren klusser bent als ik die elke dag onderweg is om te klussen. Dan heb je dat wel nodig. Die voorraadjes. Waarschijnlijk gebruik ik die voorraad niet eens voordat ik dood ben. Waarschijnlijk ben ik hem voor die tijd al kwijt. Maar het steekt echt vet erg uit. Dat hoort toch niet bij Stanley mesh? Dan breekt hij toch af. Hoort dit? Is dit de bedoeling? Je hebt dus ook van die breekmesjes, weet je wel, met zo'n breekrandje. Nou, laten we kijken. Ik heb trouwens mijn oude trui aan. Ik dacht, ik ga een keer een cluster aan. Dit was echt mijn favoriet met beper op. Ik had hem ook in het zwart, maar die ben ik kwijt geraakt ooit. Dit waren echt mijn favoriete truien. Maar toen was hij vies geworden doordat ik erin was gaan klussen.
Daardoor kom ik hem nooit meer aan. Goed Stanley Messi hoor. Zo, die wat een goed ding. Het is toch cool om dit te hebben? Ik vind het zo grappig trouwens dat soms mensen, volgers, mijn opmerkingen quoten. Dat, wat ik net zei zou echt zo'n quote kunnen zijn. Ik vind het wel irritant, die voorraad, die rammelt. Dat vind ik heel irritant, ik ga het eruit halen. Bij bol.com stuurde iemand van je moet het kopen, was 30 euro, maar ik heb het dus voor 15. Wel een ander merk, maar volgens mij een heel goed merk. Kijk, hier krijg je toch zo die tegels maar uit, dacht ik. Nou. Alsnog heb ik dan een neiging om wat mijn lichaam te gaan trekken. Oh, stel je met een man en je doet het en hij schiet tegen je aan. Ik weet niet of ik het heel hard doe. Wow, deze ging makkelijk. Maar je denkt dus, omdat je sterk bent, van het gaat makkelijk. Maar ondertussen doet het zoveel pijn in je rug. Maar oké, het werkt. Ik stop weer even met vloggen. 3 keer raden waar ik ben beland. Ik vind dit ergens dus echt zo leuk. Maar ik vind het niet bijzonder genoeg. En kijk dit dan. Oh my god, voor cola liefhebbers. Ik weet niet wie cola met een rietje drinkt, maar hoe tof is dit? Ik vind het zo gaaf dat ik het gewoon wil hebben eigenlijk. Dat vind ik ook echt zo schattig. Ja, ik ben weer helemaal obsessed met alles. Het leuke vind ik ook dat je het gewoon uniek bent als je hier iets hebt gekocht. Andere mensen hebben het niet. Oh, deze vind ik ook heel leuk. Ik heb al een olijfolie ding, maar dit is echt leuk voor zelfgemaakte dressing ofzo. Daar ben ik weer. Ik heb een vet leuk kastje gekocht bij de Tiki Max. Ik merk wel dat ik echt moe ben, want in de auto krijg ik ineens hier ook. Dit spatte gewoon ineens omhoog. Het is echt 100% stress. En ik ben bijvoorbeeld vandaag echt... Vandaag denk ik 3 keer mijn auto sleutel buiten geweest. Ik doe letterlijk mijn auto open, want ik moet met de sleutel. Ik ga zitten, ik doe iets. Dan wil ik gaan rijden, dan is hij weg. En dan ben ik dus minstens 15 minuten aan het zoeken. En dan ligt hij op de meest rare plekken. Dat is dus deze week al heel vaak gebeurd. En vandaag 3 keer. Ik vind het zo vervelend. En net dacht ik echt, oh mijn god, ik kan nu echt huilen. En dan sta je daar in je auto zonder sleutel. Ik heb niet geld, maar bijna moest hebben. Dus ik word er wel een beetje gek van, dus ik moet nu gewoon gaan chillen. Maar ik merk zelf als ik chill, of zeg dat ik tv ga kijken, dan zit ik op mijn telefoon iets voor mijn huis te doen. Het gaat natuurlijk allemaal zo snel, maar goed. Nu ga ik ook alleen dit neerzetten dan naar huis, want ze zijn thuis wijn aan het drinken. Maar ik heb dus een kastje gekocht die ik al vaker had gezien. Maar door lichte beschadiging was hij nu 66 euro in plaats van 120. Ik vind hem heel mooi. Eerst dacht ik, moet ik hem wel kopen, want hij is een beetje grijzig en hij heeft zilveren knoppen. En ik hou van goud en niet van grijs, maar ik vind hem niet grijs. En ja, hij heeft dus wel een kras en wat dingetjes, maar ik vind het niet zo erg. Dan heeft hij hier een laadje. En hier een kastje. En hij was eigenlijk voor in de badkamer, maar ik dacht, als hij daar niet past, dan komt hij overal wel een beetje van pas. Jeetje, ik wil zeggen ter plaats. Ik kom ook echt niet op woorden. Nou, dit heb ik in ieder geval verkeerd ingeschat. Hier past hij niet. Maar wat ik al zeg, ja, dat komt hij wel ergens anders. Het is zo'n klein mooi kastje. Dus komt hij wel in de slaapkamer of desnoods in de gang. Voor nu zetten we hem in de badkamer, want dat is de enige plek waar ik spullen kan zetten. Goedemorgen jongens. Ik ben lekker op tijd naar bed. Nou ja, op tijd naar bed valt trouwens wel mee. Ik denk dat ik pas 9:30 sliep. 8:00 opgestaan, dus lekker bijna 8,5 uur geslapen. Ik word wel altijd wakker in de nacht, dus 8:00 gepakt. Ik voel me prima en ik heb heel erg veel zin in dat haar vandaag komt, merk ik. Ik heb er echt zin in, ik vind het echt leuk. Ik ga nu even hier langs de overbuurvrouw. Mijn moeder zei dat ze heel veel beige tint in huis had, dus ik ga even bij haar kijken. Mijn gordijn en mijn vloerstaal erbij houden. En dan ga ik richting mijn huisje en dan komt haar zo. En dan gaan we de hele dag bikkelen. Mijn ouders zitten lekker in het zonnetje. Het is echt super lekker weer. En vanavond komt hij gezellig eten. Misschien blijft hij ook slapen omdat we het niet gaan redden. Ja, stiekem vind ik dat heel gezellig. Maar goed, we doen het hoe we het doen. Ik heb er heel veel zin in dat hij komt. Het is super gezellig en super lief dat hij helpt. En ik vind het oprecht heel gezellig om met hem dit te gaan doen vandaag. En ik denk dat we wel 2 dagen nodig hebben. Dus ja, ik merk gewoon dat ik het leuk vind dat hij komt. En ja, of het nou verstandig is of niet. Ach ja.
Haag trekt het. Ik was letterlijk 10 minuten on the go. Film, ik kom terug. Deze hele stapel is er al uit. Hij trekt alles weer echt in één seconde uit. Ja, ik hoop dat het maar haag. Dit is al 3 dagen geleden uitgetrokken. Het lag nog steeds. Ja. Dus die verfmannen gaan niet blij zijn. Nee, die gaan als het goed is toch afkomen. Nee, gaan ze niet. Want ze maken bijna... Oh. Dat is goed. Wacht, ik wil dit even filmen, die onderkant. Oh, jij de schoen laat los. Beter dat je schoen, je klusschoen hebt aangedaan. Doe eens je voet omhoog hier. Deze. Oh, ja, ik heb het dus ook. Voor jou is het wel heel erg. Maar dit zijn eigenlijk mijn favoriete schoenen. Dat is niet zo slim dat die aan heb. Ja. Heb je al geschoppeld? Zo begon ik dus bij die tegen. Ik kon niet tegen zelf te veranderen. De eerste. Ik weet niet of ik op dezelfde afstand heb dat zin heeft gevonden. Ik moet hem verder achter halen. Voor je bent helemaal bezweet op je hoofd. Uh-oh, het stroomt uit. Zo. Nee. Is het niet? Ja, zo weet ik misschien. Jezus. Leuk. Het gaat niet zonder verwarming. Ja, ik heb wel een strijd uit. En trouwens, als je daar niet goed bent, weet je. Nu moet je hier onder zijn kracht houden. Wat is dit nou? Zijn de stoppen denk je nog gesteld? Nou, lekker dan. Mijn dingetje hoor. 4 tepels in de review. Ik heb 4 tepels voor mijn losmaak. Lekker, fruit als snackje. Het ding is dus uitgevallen. Oh, hij is ingezoomd. Mooie bessen? Heb je ooit zulke mooie besjes gezien in je leven? Zo groot. Niet hè? Ook niet. Kijk, haar is altijd zo goed in dit soort dingen. De hele vloer is eruit. Het was niet alleen met de machine, ze hebben ook met de hand langs de randen nog moeten werken. En ze hebben altijd afgevoerd. En ze hebben ook de tegels die ik al in mijn auto had gelegd. Dus die waren wel beneden, maar die wilden ze ook voor me meenemen. En ze zijn met de deur bezig. Zonder haar had ik het echt nooit gebeurd. Dus hij is nu aan het stellen, want hij valt de hele tijd open. Kijk, hij valt steeds weer open, dus dat is hij aan het stellen. En we hebben van de buurman heb ik al een waterpas geleend. Een wijnopener. En ook zijn boor. Terwijl heel veel mensen hun boormachine niet uit willen lenen. Zodat we nog een gat erin kunnen maken dat het ook echt dicht kan. Goed zo. Zo leuk. Ja! Nice! En trouwens, kijk. Wij waren hier bezig toen dachten we, oh my god, het gaat echt niet. Het lukt voor geen meter. Maar dit is een soort ander stuk vloer. Weet niet waarom. Jeetje, die ziet deur mooi. En daar verderop hadden we het blijkbaar wel kunnen doen. Maar ik vind voor €250 het wel echt waard. We gaan hier straks weg gewoon met de gedachte van... We hoeven niet morgen verder. Dat is toch geweldig. We kunnen morgen andere dingen doen. Nu kunnen we het slot er ook in maken. Ja, ik kan het allemaal niet. Wel goed dat er soft close op zit al. Een rubbertje. Jippie, 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 jippie. Kijk, voor jullie weer interessant. Ik heb de verkeerde gekocht. Dan denk jij past. Past niet. Dus dat is even een tegenvallertje. Kunnen we dan wel al het gat boren of kan dat niet? Nee. Nee? Oh, jammer. Ik hoop dat ze dit nog retour nemen. Ik denk het wel. Heb ik de bon net weggegooid? Ik weet niet. Oh, daar. Gezellig hoor. Zolang het slecht is, de lucht. Even kijken, nu klopt het. Even heeft iedereen zijn wijn. Ja, meneer Hala Rosé. Ja, lekker hè? Die zijn wel echt... Wow. Moet ik wel kunnen in 4. Leuk voor op school, hè, met de kinderen. Als ik dat op mijn lesbezoek doe. Pizza maken? Leuk. Ja, echte pizza meenemen.
Had je gehoord van die pompoen? Die flespompoen? Ja, daar was je bij. Ja, bedankt. Dat is het enige wat blijft hangen van mij, van die hele workshop. Dus ik denk dat je nog wel best over hebt. Good morning. Wij waren echt wel een 6:15 wakker. Haat lekker bij mij op het matrasje geslapen. En we gaan nu... Dat slot is dus niet goed, maar je kan het nergens krijgen. Dus dat moet ik waarschijnlijk online bestellen. Dus ik wil eigenlijk even naar een bouwmarkt om misschien op zoek te gaan naar een wastafelmeubel. Maar ik ga gewoon in de auto zitten en dan beslissen waar we heen rijden. De praxis geweest en ik heb dus het perfecte wastafelmeubel gevonden. En ze hebben ook nog 30% korting, maar hij was alleen in de regio in Zaandam. Dus ik heb hem besteld, we kunnen hem zo ophalen. Gaan we nu een frietje eten en dan daarheen rijden. En dan is hij ook al zeg maar voorgemonteerd. Dus die kast is al helemaal klaar. Dus dat is top. En dan voor mij helemaal op te hangen. Top de patat. En ik zit dus een bankje te vrij te houden in het zonnetje. Het is zo lekker. Maar ik ben zo ontzettend blij dat dat meubel gelukt is. En ik hoop echt dat ik geen meetfout heb gemaakt. Want ik meet altijd niet exact het op de centimeter. Maar volgens mij rekent het niet zo nauw. En ik had gemeten dat het 78 hoog kan zijn. En deze is dus 75 hoog. En ik dacht dus dat het nooit zou kunnen met 3 lades. Maar 3 centimeter, dan moet het lukken. Ook al heb ik een centimeter verkeerd gemeten. Het moet passen. Dus zo fijn. Zo blij mee. En dat slot voor in die deur kunnen we nergens vinden. Maar mijn moeder is bij de Nijhof in Baarn, want die was met Inger naar de kerk met haar zus. En daar heeft ze dus iets gevonden wat 6 centimeter diep is. Dus wij denken dat die past, maar die man van de Nijhof... Nijhof? Ja, die woonwinkel daar. Die zei dat het zo nauw rekent, dus dat hij niet weet of het gaat passen. Maar zo'n ding kost dus €57. Terwijl dat slot wat wij gisteren bij de karwei kostte, zo'n standaardmaat, die kostte maar een tientje. En die hebben dus al opengemaakt, dus ik hoop dat we die nog terug kunnen brengen. Maar als die van mijn moeder ook nog eens erin past, is het echt geweldig. Dat zou zo fijn zijn. Echt fijn. En dat is ook echt precies die kast die ik wil. Kijk, hij was niet hier. Dat was nog geweldiger geweest. Maar van alle plaatsen was hij overal op. En alleen in Zaandam. Nou ja, we zijn al in Amsterdam-Zuidoost. Dus het is maar 24 minuten rijden. Dus ik ben blij. En ik hoop niet dat het nu een domper wordt dat hij uiteindelijk toch niet past. Maar ik kan het me niet voorstellen. Hij heeft helemaal zo'n inkeping in de la. Want ik heb best wel een lange zilveren waterleiding. Moet lukken. Hoop ik. Op wat stond hij? Maar mijn 1.6, hè? Zie je, hij is lek. Jongens, gelukkig was dit een hele gezellige dag. Want, oh my god, komen we helemaal uit bij die praxis aan, aan half uur rijden. Ligt het niet klaar? Ik zei, oh sorry, gaan ze het zoeken? Is het er niet? Wij daar helemaal voor niks. Kunnen ze niks voor ons betekenen. Gaat mama zo'n slot voor de deur halen bij de Nijhof? Is die ook verkeerd? Hadden we bij de IKEA bestekbakken gezien. Toen dacht ik, nou ja, ik heb geen zin om alleen die bestekbakken af te rekenen. En het is waarschijnlijk toch niet de goede maat. Kijken we nu in die la, was het de perfecte maat? Het is echt, alles is gefaald en mislukt. Helaas, maar we hebben wel een banden opgepompt. Oké, 4:30 haast weg. Het was, kan ik niet anders zeggen, zo fijn en zo gezellig. Het was gewoon heel leuk. Ja, maar ik heb niet geld hoor. Maar het was wel moeilijk, maar niet geld. Ik was gewoon heel blij. Het was gewoon heel leuk en fijn. En nu heb ik dus... Oh, hij is echt heel mooi. Kijk. Ik moet dus me morgen gaan schilderen. Dus ik moet echt nu mijn keuze doorgeven. Ik zag deze bij de bouwmarkt. Je denkt hij is roze, hè? Maar eigenlijk is het een soort lichte variant van de plum. Ergens is hij oranje, roze. Ik vind hem heel mooi. Hij heet Gevoel. Dit is mijn gietvloer. Dit is mijn gordijn. En dan komt er nog een soort Sahara kleur. Ja, daar heb ik geen staal van. Maar ik ga doorgeven dat ik deze wil. Op de woonkamerwand, slaapkamerwand. En dan die kleur van die buurvrouw, die Central P van Vesting. Helemaal over deze wand. Die deur is zo mooi, ook al zit het slot er nog niet in. En hier zo. Het eerste stuk van de gang. En deze is ook in de slaapkamer. Ik vind hem erg mooi. Hij is niet te roze. Dus dat ga ik nu doorgeven. En dan ga ik even zorgen. Ja, ik heb wat dozen hier midden van de ruimte, want ze moeten natuurlijk kunnen schilderen. Een beetje netjes achterlaten en dan ga ik lekker richting mijn ouders. Alright, het is netjes. Ik ga lekker naar mijn ouders. En lekker eten, zin in. Ik ben even de boor van Jos, mijn buurman, terugbrengen die ik helemaal niet heb gebruikt. Mocht hem alleen voor de deur en voor de badkamer, maar ja, allemaal niet gelukt. Ik laat de ramen open, want het is volgens mij nog niet 100% hoog. Komt wel goed. Ik ben zo blij dat ik de vleuren eindelijk heb besloten en ik heb er heel veel zin in. Oké, jongens, bye! Bijna einde van de vlog. Lekker zeg. Lekker! Lieve mensen, ik ben mijn vlog aan het editen. Het is woensdagavond, 7:45. Dus voor jullie gisteren, als jullie het ziet. En ik heb mijn vlog gewoon weer afgesloten. Dus ja, ik ben net in mijn huis geweest. En ik heb de kleuren al gezien, want er is geverfd. Maar dat zien jullie volgende week.
Volg me op Insta als je dat niet doet, want daar deel ik super veel updates. Ook over dit soort dingen. Dus als je dingen al eerder of recenter wil zien, moet je daar even checken. Sorry voor stofzuiger geluid. Moeder heeft net een glas laten vallen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te reageren. En het is een super lange vlog weer. Dus ik hoop dat jullie het weer net zo leuk vinden als vorige week. En bedankt voor het kijken. Ik ben heel blij dat mijn video's zo goed bekeken worden. Ja. Oké, nou. Bye bye.